Samsung zet met de Galaxy S23 Ultra een nieuwe standaard in het steeds belangrijker wordende super premium segment. Je haalt het toestel vanaf ongeveer €1200 in huis, daarmee is die niet goedkoop, maar in deze review vertel ik je waarom het wel een hele goede smartphone is. Het ontwerp van de S23 Ultra is erg bekend, maar toch net iets anders dan dat van zijn voorganger. Het toestel is wat hoekiger geworden. De S22 Ultra was al behoorlijk hoekig, maar deze dus nog wat hoekiger. Nou, kun je mooi vinden of kun je niet mooi vinden. In ieder geval is het nog steeds, wat mij betreft, een erg net ontworpen telefoon. Hij is vrij groot, hij heeft een 6,8 inch scherm. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat je lekker veel schermruimte hebt. Als nadeel dat het toestel behoorlijk groot is, maar ondanks dat hij zo groot is, komt hij niet echt lomp over. Niet super dun op zich, maar hij is wel gewoon netjes afgewerkt. De camera's steken weliswaar uit, maar doen dat in losse ringetjes. En dat valt niet heel erg op. En de schermranden zijn erg klein. Dus dat vind ik erg netjes gedaan door Samsung. De telefoon is extra stevig als ik Samsung mag geloven. Hij heeft een Armor aluminium frame en Gorilla Glass Victus 2 op de voor- en achterkant. Daardoor zou die 16% beter bestand moeten zijn tegen vallen. Dat is de voorganger. Nou, dat ga ik zeker niet proberen. Ik heb het droptest bekeken en dan lijkt het inderdaad aardig te doen. Maar of dat nou echt zoveel beter is, dat is altijd lastig te zeggen. De telefoon is IP68 waterdicht, zoals je eigenlijk van een smartphone mag verwachten in dit segment. Hij heeft een vingerafdrukscanner in het scherm. Dat is een ultrasone vingerafdrukscanner, dus die werkt beter als je vinger bijvoorbeeld een beetje vochtig of vies is. En die werkt ook gewoon heel erg goed en snel. Ja, de stereo speakers van het toestel zijn ook behoorlijk goed. Het is natuurlijk een groot toestel, heeft lekker veel ruimte voor dat geluid. Dus dat is een voordeel. Nou, nog een dingetje over het ontwerp is dat Samsung zich extra richt op duurzaamheid met dit toestel. Zo gebruikt het meer gerecyclede materialen, zowel in het aluminium frame als in het glas, als in ook plastic onderdelen. Dat is in ieder geval goed. Samsung heeft ook een lifecycle assessment van dit toestel gemaakt. Dus een soort analyse van de volledige milieu-impact van het toestel tijdens zijn levensduur. Die kun je online vinden. Ik moet daar nog iets dieper induiken en ook nog wat dingetjes met Samsung uitzoeken. Dus een uitgebreide analyse daarvan hou je van me te goed in mijn review van de gewone Samsung Galaxy S23. Maar in ieder geval is het goed dat daar extra aandacht naar uitgaat. En is het ontwerp van het toestel verder ook top. Als laatste nog de S Pen. Dit toestel is ook een soort opvolger van de Note-serie. En wie Note zegt, zegt natuurlijk S Pen. De slimme stylus van Samsung zit hier gewoon in verwerkt. Je kan hem gebruiken om aantekeningen te maken. Er zit ook een knopje op waarmee je bijvoorbeeld als afstandsbediening kan gebruiken. Je kan er allerlei handige dingen mee doen. Nou, persoonlijk gebruik ik het eigenlijk nooit, maar dat komt vooral omdat ik dit toestel zo'n 2 weken gebruikt heb om te testen. En in die 2 weken krijg ik dit niet in mijn routine. Maar ik kan me wel voorstellen dat als ik het toestel 1 jaar zou gebruiken, dat ik het dan heel erg handig zou vinden. Ik weet dat er mensen zijn die zweren bij die S Pen. Ik weet ook dat er mensen zijn die er helemaal niks aan hebben. Dus dat is een eigen afweging of je dat nuttig vindt of niet. Maar in ieder geval is het wel een leuke toevoeging dat je in ieder geval die mogelijkheid hebt. Het scherm van de S23 Ultra kan ik kort over zijn. Dat is een van de mooiste schermen in een smartphone. Het is een 6,8 inch Quad HD Plus scherm met een variabele verversingssnelheid van 120 Hz. Hij is super vloeiend. Hij kan heel helder, maar hij kan ook minder helder dan de meeste smartphones. En dat is heel erg fijn als je bijvoorbeeld 's avonds in bed nog wat wil lezen. De kleuren zien er mooi uit, het contrast is heel hoog, de piekhelderheid is groot genoeg om hem in de zon te gebruiken. En ja, het is gewoon een van de mooiste smartphone schermen. Dus dat is helemaal top. Tot nu toe had deze review eigenlijk net zo goed over de Samsung Galaxy S22 Ultra kunnen gaan. Die toestellen lijken op elkaar. Dit toestel is duidelijk een evolutie van zijn voorganger. Maar op één vlak is duidelijk een groot verschil en dat zijn de prestaties. Dat heeft ermee te maken dat Samsung geswitcht is van zijn eigen Exynos chipset naar de Snapdragon chipset van Qualcomm. De Snapdragon 8 Gen 2 in dit geval. En die Snapdragon 8 Gen 2 is niet alleen krachtiger en werkt ook soepeler dan de Exynos chip van vorig jaar. Maar hij is ook nog eens een keer een stuk zuiniger en dat merk je natuurlijk in de batterij. Daar kom ik later op terug, maar die stap naar die nieuwe chip is gewoon erg goed wat mij betreft. Het toestel heeft verder ook veel werkgeheugen, 8 of 12 gigabyte. Hij heeft 256, 512 gigabyte of 1 terabyte opslagruimte. Dus ook daar kom je niks tekort. En de prestaties van het toestel zijn uiteindelijk in de praktijk en op papier gewoon ontzettend goed. En ja, ook daar scoort hij echt bij de top van de markt. Deze telefoon draait op Android en dat is Android 13 met daaroverheen de One UI software van Samsung. One UI 5.1 om precies te zijn. En die One UI 5.1 is zoals je waarschijnlijk van Samsung gewend bent. Hij is gewoon heel uitgebreid. Grafisch ziet het er netjes uit. Het is niet de mooiste schil die je kent, maar hij is gewoon prima.
De bloatware die Samsung vroeger altijd meeleverde is grotendeels verdwenen. Er staan nog een paar dingetjes op. Bixby vind ik jammer dat erop staat als de eigen slimme assistent van Samsung. Maar dat is gewoon slechter dan Google Assistant. Dus wat mij betreft hadden ze die weg mogen laten. Wat me wel opviel is dat ze wel erg ver zijn gegaan in het uitkleden van de software. Er staat standaard geen klok en dus ook geen wekker op dit toestel. Kun je wel bij het voor het eerst opstarten selecteren, maar mocht je dat niet doen, dan heb je hem niet. Kun je natuurlijk zo downloaden, dus geen groot probleem, maar het viel me wel op dat hij er niet was. Het updatebeleid van dit toestel is natuurlijk heel goed, zoals je van Samsung gewend bent. Hij krijgt 4 Android upgrades en 5 jaar beveiligingsupdates. En die 5 jaar beveiligingsupdates betekent dat hij tot februari 2028 ondersteund wordt. En daarmee is het een van de langst ondersteunde smartphones die je op dit moment kunt kopen. Een van de andere upgrades van dit toestel zit hem achterop, namelijk in de camera's. En dan vooral de hoofdcamera, dat is een nieuwe 200 megapixel sensor. Het is ook een grote sensor, 1 gedeeld door 1,33 inch. En die 200 megapixel sensor die kan in theorie natuurlijk superveel detail vastleggen. Standaard worden er 16 pixels samengevoegd tot 1 grotere pixel. Dat betekent dat hij normaal 12 megapixel foto's maakt. Dat is eigenlijk standaard, maar je kan ook kiezen voor 50 megapixel foto's of 200 megapixel foto's. Nou moet ik zeggen dat dat op papier heel goed klinkt en deze camera is ook heel erg goed, daar is zeker geen twijfel over. Maar het verschil wat je misschien zou verwachten met zijn voorganger of met andere cameratelefoons die een lagere resolutie hebben, ja, dat is eigenlijk niet zo heel erg groot. Maar dat neemt niet weg dat deze telefoon eigenlijk in alle omstandigheden hele mooie foto's maakt. De foto's zijn goed van kleur, ze zijn detailrijk, ze zijn wat verscherpt, maar niet overdreven verscherpt en daarmee zien ze er natuurlijk en mooi uit. Dus dat doet Samsung allemaal heel erg goed. Wat me wel opvalt is dat de witbalans van het toestel soms iets te groenig uitvalt. Nou, dat is geen drama, maar dat had net wat beter gekund. Verder valt over de camera's vooral nog te zeggen dat ze heel erg uitgebreid zijn. Je hebt naast die 200 megapixel hoofdcamera ook een groothoekcamera, een 3x zoomcamera en een 10x zoomcamera. En die 10x zoomcamera, die vind ik heel erg tof en indrukwekkend. Ik ben met dit toestel op skivakantie geweest. En met die 10x zoomcamera kun je bergen opeens super dichtbij halen. Echt mooie foto's daarvan maken. Nou, dat is voor speciale situaties tof. En voor normale situaties heb je natuurlijk over het algemeen meer aan die 3x zoomcamera. Dus het is heel fijn dat je niet hoeft te kiezen, maar dat het er gewoon allebei op zit. Ja, en daarmee is deze camera gewoon heel erg goed, heel erg uitgebreid. Ook de videofunctie van de camera is goed. Alle modi die je hebt in de camera zijn ook super uitgebreid. Je kan expert RAW foto's maken. Dat zijn een soort RAW foto's, maar dan wel met het voordeel van meerdere frames die hij samenvoegt. Nou, dat is heel erg tof als je wat uitgebreider met de foto's aan de slag wilt. Als je het jammer vindt dat die witbalans bijvoorbeeld wat groenig is, dan kun je dat natuurlijk helemaal zelf tweaken met zo'n RAW foto. En ja, uiteindelijk is de camera van dit toestel gewoon super uitgebreid, super compleet en heel erg goed. En is het een van de beste smartphone camera's op de markt. Aan de hardware van de batterij van deze S23 Ultra is eigenlijk niks veranderd. Het is nog steeds een 5000 mAh batterij die met 45 watt kan opladen. Die ook draadloos kan opladen en ook reverse draadloos kan laden. Dus je kan andere apparaten met dit apparaat opladen. Die oplaadfunctie is uitgebreid, maar niet zo heel erg snel. 45 watt valt in het niet bij de 120 watt bijvoorbeeld die sommige andere smartphones halen. Ja, is geen drama, het is nog steeds redelijk snel, maar het is niet een van de sterke punten van dit toestel. Wat wel een van de sterke punten van dit toestel is, is de batterijduur zelf. Ondanks dat het nog steeds een 5000 mAh batterij is, presteert die echt duidelijk beter dan de batterij van de Galaxy S22 Ultra. Heeft alles met die zuinigere chipset te maken. En deze batterij kom ik in ieder geval super makkelijk de dag mee door. Kom ik zelf ook prima 2 dagen mee door. Zelfs op vakantie, waarbij ik niet altijd goed bereik had, waarbij het toestel de hele tijd moest romen, dat kost gewoon extra energie, kwam ik nog ongeveer 2 dagen door, net niet of net wel. Ik zit nu inmiddels op mijn 3e dag verbruik. Het is 9:50 s'avonds. Ik heb nog 14% batterij over. En in de afgelopen 3 dagen het scherm ongeveer 4,5 uur gebruikt. Dat is weliswaar niet heel erg intensief gebruik. Maar 3 dagen is natuurlijk wel heel netjes. En ik heb zeker niet mijn best gedaan om de batterij te sparen. Dus ja, die batterij die is gewoon echt super. En dat is zeker ook een pluspunt van dit toestel. Het zogenaamde super premium segment wordt steeds belangrijker en volgens Samsung wordt de Ultra binnen de Galaxy S-serie ook steeds meer verkocht. En
ja, als ik deze Galaxy S23 Ultra zie, dan kan ik me wel voorstellen waarom. Samsung pakt hiermee echt comfortabel de leiding in dat super premium segment. Er zijn maar twee telefoons die eigenlijk in de buurt komen. Dat is de Apple iPhone 14 Pro Max en de Xiaomi 13 Pro. Verder zijn eigenlijk alle smartphones op de markt minder uitgebreid en goed dan dit toestel. Hij heeft eigenlijk alles gewoon in huis en ook alles heel goed. De camera's zijn super uitgebreid, het scherm is heel erg mooi, de prestaties zijn top, de batterij is top. Het toestel is luxe ontworpen, hij is waterdicht natuurlijk, hij heeft een vingerafdrukscanner in het scherm die heel erg goed werkt. Hij kan draadloos laden, ja, noem het maar op en het zit erin. Het enige nadeeltje wat ik in dit toestel heb kunnen vinden is dat de batterij niet heel erg snel oplaadt, maar met 45 watt laat hij eigenlijk nog steeds snel genoeg voor de meeste mensen. En bovendien spaart dat ook de levensduur van de batterij een beetje. Dus het enige echt grote nadeel van het toestel wat overblijft is de prijs. Het kost namelijk zo'n 1200 euro op het moment dat ik deze video schiet en dat is natuurlijk gewoon veel geld. Daarmee is het niet een smartphone voor iedereen, maar wil jij de beste Android smartphone van dit moment en vind je het niet erg om daar flink aan te betalen, dan is deze Samsung Galaxy S23 Ultra het toestel dat je moet hebben. Ik ben Smartphoneman Dominique en dit was mijn review van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Ik ben benieuwd wat jij van het toestel vindt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer. Thank you.